Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat wolken over het zuidoosten van Nederland. Die wolken verplaatsen zich nog wat in westelijke richting, maar lossen geleidelijk aan ook op. Dat betekent voor de ochtend dat er hier en daar misschien nog wat nevel voorkomt. Hier en daar misschien ook nog wat bewolking, maar de zon gaat steeds beter schijnen. De wind waait vandaag uit het noordoosten, is matig bij zee soms vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. En de zonnige middag met temperaturen van een graad of 8 zien er prima uit, maar het voelt wel veel kouder aan dan die waarde van 8 graden. Voor vanavond uh, weinig bewolking of zelfs helemaal helder. Temperaturen dalen rap richting 2 tot 5 graden. De wind blijft langs de kust doorstaan, maar neemt in het binnenland wat af. Na een nacht met hier en daar lichte vorst wordt het morgen 10 tot lokaal 12 graden met volop zonneschijn. Het wordt de zonnigste dag van de week met een matige wind uit het noordoosten die dus ook een klein beetje gas terugneemt. Vrijdag draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Dan stroomt er meer bewolking binnen, levert de temperatuur een flinke bak in en eh, blijft het gelukkig nog wel droog. Dat is het ook in het weekeinde overwegend droog, maar wel met veel wolkenvelden en een temperatuur van ongeveer 7 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl